Voor de derde koers spreken we met Jeffrey Meras, de rechterhand van Dion Tesselaar, die in deze koers burlesque heeft. Paard won hier de laatste keer met jouzelf. Ja. Start hier nu met Ferry Hollander en die heeft een paar twee keer gereden en twee keer gewonnen. Dan legt er een boel druk op zijn schouders. Ja, ja, dat gelegenheidskoers ging natuurlijk super. Dus ja, dat tweetal kent elkaar en ze hebben zeker kansen vandaag. Kansen vandaag en hoe heeft Burlesque de koers verwerkt? Want de laatste keer sterk gewonnen. Ja, goed. Paard is fit, ziet er goed uit. Dus nee, komt allemaal goed als het goed is. Komt allemaal goed en krijgt Ferry dan ook nog een bepaalde tips mee? Moet hij de kop pakken en gewoon door blijven stampen? Nee, nee, het is 2300 meter. Hij zal wel naar de kop gaan. En dan, ja, wat hij dan doet, hij mag de kop afgeven, hij mag hem zelf houden, mag je zelf zien. Maar eerste kans vandaag? Ja, dat wel.